Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video hier op Boitbaan. Mijn naam is Boit, Boitbaan. Vandaag vanuit een splinternieuw park. Ik ben hier nog nooit geweest. Ik ben vandaag in Gardaland. Ik ben op vakantie in Italië. En normaal gesproken film ik eigenlijk nooit op mijn vakantie. Maar deze keer heb ik een uitzondering gemaakt. Want ik zit echt 10 minuten van dit park vandaan. Dit is een onwijs groot park met veel achtbanen, veel attracties, van alles. We gaan naar binnen toe. Ik neem jullie mee. Het wordt een lange dag, een warme dag. Maar ik heb er zin in. Leuk dat je kijkt. En trouwens, als je mijn video's vanuit de Efteling gewend bent, dan is het heel erg inzoom. Maar daar kan ik helaas niks aan doen, want ik heb een andere camera. Welkom! Wat lekker dat het orkest ook in Italië gewoon lekker het vaste plaatje afspeelt. Hey, kijk even mee. Ik ben net binnengekomen en dit is dus het intreeplein. Nou, het is nu ontzettend druk, want ik ben er echt op klokslag 10 uur ben ik hier op openingstijd van het park. En wat dus hier de regel is in Italië, is dat wanneer je naar een pretpark gaat in Italië, dat je een green pass op zak moet hebben. Dus dat betekent dat je of volledig gevaccineerd moet zijn, of getest moet zijn, of hersteld moet zijn van corona. Dat is allemaal heel leuk en aardig. En dan denk je, oké, heel raar. Maar wist je dat bijna in alle landen, eigenlijk behalve Nederland, dat verplicht is? Dat is echt zo. In Disneyland moet je het hebben. Hier moet je het hebben. In nog andere landen. Er zijn best wel veel landen om ons heen die hebben dat. Maar Gardaland heeft het ook. En dat is wel goed. Want ik ben dus, ja, ik geloof het, maar niet, season pass holder van Gardaland. En dat heeft ermee te maken dat ik echt heel dicht hier zit bij Gardaland met ons hotel. En dan ben ik hier gewoon een paar keer in de week. Dat is gewoon super leuk. Maar wat hebben ze dus gedaan? Voordat jij naar binnen gaat om je tickets te scannen, heb je dus die Green Pass check. Dus dan checken ze dus of dat jij volgens COVID-richtlijnen naar binnen mag. En wat ze dus doen bij abonnementhouders, ze plakken op je abonnement een sticker met de datum erop. Waardoor ze zien als jij later op de dag terugkomt naar het park. Dus als je tussendoor even naar Sea Life gaat of gaat zwemmen of naar huis toe gaat. Van hey, deze abonnementhouder is vandaag al geweest en hoeft niet meer zijn Green Pass te laten zien. Is super goed, super handig. We gaan eens in de rij staan, we gaan naar binnen en we gaan naar de first ride of the day. Zo, ik ben binnen hoor. Het duurde 3 kwartier. Ik heb 3 kwartier in die rij gestaan voordat ik binnen ben. Hier in Gardaland werkt het wachten heel anders dan wij bij ons gewend zijn. Wij kennen Walibi Holland wel, hè, waar je dus moet wachten virtueel voordat je echt naar binnen mag. Nou, dat is hier ook precies hetzelfde. Alleen hier is het zo dat je ondertussen in kleine attracties kan. Dus waar je in Walibi in geen ene andere attractie kan, kun je hier in kleinere attracties. Dus als je hier een half uur moet wachten voor een achtbaan, kun je ondertussen in het reuzenrad, dat is hier volgens mij niet eens, maar je weet wat ik bedoel. We gaan beginnen helemaal achter in het park. We gaan beginnen bij een Mijn Trein achtbaan. En daar gaan we nu in. En ik ga je later laten zien hoe het werkt met dat wachten en hoe het park eruit ziet. Maar we gaan daar nu heen. En ik ga je ook nu vertellen waarom we daar nu meteen naartoe gaan. Het is namelijk zo dat Gardaland iedere dag van 10 tot 11 geopend is. Gardaland ligt in een heel toeristisch gebied bij het Gardameer. En het is namelijk zo, en dat is echt waar, want ik heb het van de week al zelf ervaren, tot hoe later het is op de dag, hoe drukker het wordt. Gardaland verkoopt ook avondtickets en die gaan heel erg hard. Die worden veel verkocht omdat veel toeristen eerst overdag aan het water willen liggen en s'avonds hier naartoe willen gaan. Dus dat betekent, hoe vroeger je bent op de dag, hoe rustiger het is bij de attracties en vooral de attracties helemaal achter in het park, want het park is onwijs groot. Daarover straks meer. We gaan eerst naar de Mammoet. Maar je bij andere parken vaak het eerste half uurtje, eerste 3 kwartier van de dag wat korter hoeft te wachten bij achtbanen, is dat bij Gardaland wat langer op de dag. Omdat heel veel mensen gewoon simpelweg veel later op de dag komen. Nu zou je denken, oké, Bart, ga dan alle grote achtbanen op het begin van de dag doen. Dat ga ik niet doen, want ik ga je vertellen waarom ik dat niet ga doen. Ik heb een abonnement gekocht waarbij ik mag voordringen bij achtbanen. Want buiten dat ze hier dus die virtual line hebben, kun je ook express passes kopen. En die worden hier massaal verkocht bij de ingang, waar je voor een betaalde prijs voor mag dringen in die virtual line. Nou, dat heb ik gekocht. Ik kon kiezen een abonnement met VIP toegang tot achtbanen of tot familieattracties. Nou, uiteraard heb ik de achtbanen gedaan. Dus ik kan Raptor en Oblivion, gewoon een dive coaster, een wing coaster, kan ik gewoon instappen zonder te wachten. Hoe lekker is dat? Maar nu echt naar de Mammoet. Let's go. Goed, aangekomen Mammoet. Ik klik hem aan zoals je ziet. En dan zie je daarboven die get a number A5. Dat is dus voor de betaalde fastpassers. Nou, de Mammoet valt niet in het pakket dat ik heb om voor te dringen. Dus ik moet een regulier nummer pakken. En dan pak ik D72. Nou. En dan zie je dus dat ik de
26e of de 27e in de wachtrij ben, dat ik 4 minuten moet wachten. Dus in die 4 minuten gaan we nu die kant op. Zo, dat was de Mammoet. Een hele rare attractie. Het is een achtbaan, hij is maar 11 meter hoog. Gaat 50 kilometer per uur. Het is een hele rare attractie. Nou, moet het nou zo hard? We kennen die mijntreinen van Disneyland, de Big Thunder Mountain, de Colorado Adventure uit Fantasialand. Alleen deze is iets minder. Deze rammelt van alle kanten, hij gaat niet zo snel. Kijk, je vindt je maar lekker als je in de Big Thunder Mountain zit, dat hij, of in de Colorado Adventure, dat hij even zo'n lekkere drop heeft. Dat heeft deze niet. Deze heeft hele scherpe bochten, waardoor die, ja, net niet is. Het gave van deze attractie is wel dat hij 3 liftwheels heeft. Dus hij gaat 3 keer omhoog en 3 keer omlaag. Dat hebben die anderen niet. Big Thunder Mountain heeft er 2 en deze heeft er 3. Dat is echt wel best wel erg veel. Had ik ook niet verwacht. De sfeer eromheen ziet er gaaf uit. Je komt op een duur op zo'n grote mammoet tegen. Weet je zo'n ding? Zo'n olifant of van die horens. Je gaat langs grote ijsbergen. Dus dat ziet er allemaal wel gaaf uit. Die queue line is goed. Daar is ook niks mis mee. Alleen het is een beetje een rare attractie. Ik sta hier langs een immens grote water ride. Ik ga er alleen niet in. Ik ga je vertellen waarom ik niet in ga. Er zijn kluisjes in het park. Maar alle kluisjes, zowel bij deze waterattractie als bij de Rapid, die zijn vol. En je bent anders verplicht om je rugzak aan een soort rek te hangen hier. En aangezien ik een camera heb en zo, ga ik dat niet doen. Hier is dat dus. Ja, hier ga je toch niet je tas aan hangen? Hier kan iedereen bij. Kijk, het is gewoon bij de ingang van de attractie. Maar het ziet er wel immens gaaf uit. Trouwens ook goed om te vertellen, je mag in geen één attractie die dus hard gaat filmen hier in Gardaland. Dus ik kan wel GoPro's meenemen met harnassen, deksels op mijn hoofd. Heeft geen nut, mag gewoon niet. Dus daarom zie je vandaag geen beelden van de achtbanen. Hey, ik ga jullie even wat prachtige beelden laten zien van deze immens gave waterattractie. Want hij ziet er echt cool uit. Ik heb denk ik naast Chia Pass in Fantasialand nog nooit zo gaaf waterattractie gezien. En daarna gaan we naar de Rapid toe. Ja, water. Het is warm. Met 35 graden. Goed, let's go to the Rapid Ride. Wat nou het allergaafste is van deze attractie, is dat hij zo mooi is aangekleed. Want eigenlijk stelt het helemaal niks voor. Het is gewoon een rails die omhoog gaat, die een bochtje maakt en naar beneden gaat. Met een beetje water. Het stelt helemaal niks voor. Ik moet mijn woorden terugnemen. Hij maakt 2 splashes naar bovenop. Dat is niet zomaar gewoon een rotsgebouw. Dat is gewoon een tweede splash. Hele bijzondere attractie dit. Ik vind hem echt heel erg gaaf om te zien. Hè. Maar kijk nou eens hoe onwijs gaaf ze dat hebben gedaan. Met die god in het midden. Die stenen eromheen. Die rotsen. Die bergen daar bovenop zo'n tunnel. En die bootjes. Het ziet er zo onwijs vet gaaf uit. En je moet eens even kijken. Dat is vaak een goede graadmeter. Of je kan zien of mensen het gaaf vinden. Ja, de blikken van de mensen na die drop. Maar ja, ik vind het echt een geweldige attractie om te zien. Kijk, let even op. Kijk hoor. Het zijn ook vrij hoge boten. Bijvoorbeeld de Vliegende Hollander. Daar kun je, zeg maar, als je aan de hoekje zit van het karretje, je hand, ik denk 5 centimeter naar onder houdt langs het karretje, zit je met je hand in het water. Dat is hier niet. De karren zijn hier vrij hoog. Dat zorgt er ook voor dat je minder nat wordt. Je zult het waarschijnlijk ook aan mij zien, maar ik heb het onwijs warm. Het is echt super heet. Ja, logisch, je bent in Italië. We hebben net wat beelden gezien van die Rapid. En die Rapid is heel erg gaaf. Dat is een Rapid die een beetje kan vergelijken met het thema van Indiana Jones uit Disneyland Parijs. Ik sta hier ook op het topje van de ijstempel, zeg maar. Dat is gewoon een gebouwde tempel. En als je hier om je heen kijkt, zie je overal water. Daar loopt die Rapid. Daar gaat de Inverted Coaster van het park. De Tornado gaan we er straks eventjes in. Ik zal je eens even wat gaan vertellen over het park. Het park is geopend in 1975. Het park is 55 hectare groot. Nou, mij zei het niet zo heel erg veel. Maar een beetje vergelijken. Walibi Holland is 30 hectare groot. Dus het is ongeveer 2 keer zo groot als Walibi Holland. Het park trekt per jaar 2,5 miljoen bezoekers. Dat is echt immens veel voor een seizoenspark. Bijvoorbeeld Efteling, Disneyland Parijs, dat zijn geen seizoensparken. Dat zijn parken die zijn jaar rond geopend. Gardaland, Port Aventura, Europa Park zijn parken die niet 365 dagen per jaar geopend zijn. Dus dat zijn seizoensparken. En qua bezoekersaantallen staat Gardaland op nummer 3.
alleen PortAventura en Europa Park staan boven Gardaland. Dus dat is een hele knappe prestatie. Het park is een beetje geïnspireerd in Disneyland Parijs. Ja, de eigenaren zijn destijds van het park naar Disneyland gegaan en die vonden dat Italië ook een Disneyland nodig had. Nou, waar kan je dat aan zien? Aan de themagebieden. Je hebt hier een Tomorrowland, je hebt hier zo'n Adventureland waar ik nou sta, je hebt een cowboy dorp, dus wat dus ook echt moet dienen als Frontierland. En je hebt Fantasyland. En je hebt hier ook een hotel. En dat is het Gardaland Hotel. Daar gaan we misschien straks even heen. Ligt een beetje aan het weer. Kijk, is een foto. En dit is het Disneyland Hotel. Het is allemaal exact hetzelfde. Maar dat maakt niet uit. Het is een mooi park. En over andere parken gesproken. Want ik denk dat heel erg veel kijkers nu kijken. Omdat je mij kent van de Efteling. Zijn hier een beetje viezerikken. Want ze hebben twee attracties staan. Die exact hetzelfde zijn als in de Efteling. En de eerste, daar gaan we nu naartoe. En dan moeten we even de hoogte, hoge hoogte. Opzoeken. We gaan naar de Flying Island. Ik loop nu in de wachtrij van de Flying Island. En de Flying Island is echt exact dezelfde attractie als de pagode in de Efteling. Exact hetzelfde. Het enige is dat deze nieuwer is. Deze is gebouwd in 2000. En deze is gewoon helemaal wit. En op de paal zit een UFO. Dus hij ziet er anders uit qua uiterlijk. Maar het attractietype is exact hetzelfde. Omdat we hebben in de Efteling de pagode. Nou, zoals je ziet, het is gewoon exact hetzelfde. Zitjes, een ronde vorm. En je gaat hier zitten en we gaan gewoon omhoog. En net zoals bij de pagode. Kijk, exact hetzelfde. Ook zo'n grote witte paal met zo'n zwaar stuk aan het einde. En we gaan plaatsnemen. Attractie hoor. Het is eigenlijk gewoon ja, letterlijk exact hetzelfde als de pagode. Het enige grote verschil is dat je bij het pagode vanaf het begin al mag staan. Hier is het zo dat je tot met je ongeveer 3/4 van de maximale hoogte bent, moet blijven zitten. Dat is verplicht, je mag dan niet gaan staan. En zodra je boven bent, moet je gaan staan. Dus je mag dan ook weer niet blijven zitten. Heel iets apart. Ik denk dat sowieso het uitzicht van deze is natuurlijk veel gaaf, want hij ligt echt aan het Gardameer. Alleen is dat pagode natuurlijk wel uiterlijk veel mooier, want dit is gewoon een witte doos. We gaan nu naar de Tornado, dat is die Inverted Coaster, die hangachtbaan. En als we daar klaar zijn, gaan we even eten, want ik heb heel veel dorst en heel veel honger, want het is heel heet. En ik heb eigenlijk wel zin in niets. En geen pizza, want het is hier allemaal pizza, pasta. Maar hey, ja, ook al ben ik in Italië, ik blijf hier in Hollander en ik heb natuurlijk de abonnement gekocht. En vaak is het zo dat je bij die pasjes ook ja, wat kortingjes krijgt en zo. Dus wellicht kunnen we even daar gaan kijken dat we wat korting eten of zo kunnen gaan halen. Maar tot nu toe heb ik een paar leuke uurtjes. En ja, ik had of dat ik het warm had. Ik kan het nog wel een keer vertellen. Ik heb het heet. Alright, let's go to the Tornado. Dit is best een heftige achtbaan. Hij is vrij lang, vrij hoog. Hij is 33 meter hoog. Gaat 80 km per uur. En hij heeft 5 inversies. Dus hij gaat 5 keer over de kop. Hij is best pittig. Ik heb hem wel eens eerder gedaan van de week. Bij de Blue Tornado komt er een maximale kracht van 4,5 G vrij. Dat is echt heel erg hoog. Ik zie hem al. We gaan erin. Let's go. Dit was de Blue Tornado. Wat een ontzettend gave, coole achtbaan is dit. 100% van de attracties die ik er nu toe heb gedaan. De Mammoet, de Flying Island. Is dit gewoon echt bij far de allergaafste attractie tot nu toe van de dag. Hij is hoog. Hij gaat keihard en gaat 5 keer over de kop. Hij komt hier dadelijk al weer aan. Hij ziet er super vet uit. Met die strak blauwe lucht, witte baan. Blauwe supports noemen ze dat. Oceaanblauw water aan de onderkant van de achtbaan. Het enige nadeel van deze achtbaan, dat hebben al dit soort hangende inverted coasters, is dat ze heel erg schudden. Hier, let op. Komt hij aan. Dus hij gaat. En dan... Ja, dit is niet lekker hoor. En die valt er nog wel mee, maar deze die hij nu gaat maken... Hier. Ja, die is echt niet lekker. Ja, ik ben niet zo'n fan van dit soort inverted coasters. Overal eigenlijk in Europa waar ik ze heb gedaan. Er is er één, die vind ik fantastisch. En dat is ook meteen mijn favoriete achtbaan. Dat is de Black Mamba in Fantasialand. Alleen is dat wel een iets mooiere, betere, leukere van alles. Hey, genoeg achtbanen. We gaan even lekker eten en dan gaan we het doen. Bij de ingang van het park, daar is een soort sprookjesgebied met ridders en prinsessen en zo. En daar zag het eten er allemaal best wel lekker uit. Dus die kant gaan we op. En dan ga ik jullie zo meteen dat eten even laten zien. En nog iets heel erg anders gaafs, wat met eten te maken heeft.
hier in Kardaland. Zo, ik zit in Griekenland op het moment en ik heb een pastatje besteld, hier zo. Dat restaurant waar ik heen wilde was dicht, dus dat was wel heel vervelend. De reden waarom ik hier naartoe ben gegaan is het volgende. Want toen ik van de week op de website zat van Gardaland, viel mij iets op en dat vond ik heel erg goed. Er zijn namelijk een aantal restaurants in Gardaland waar ze glutenvrij eten verkopen en klaarmaken. Dit is er eentje van. Ik ben niet allergisch voor gluten en zo, maar ik vond het wel een heel goed iets. Dat ze wel een paar punten hebben waar ook heel groot en duidelijk op staat. Hier kun je glutenvrij eten halen. Dat vind ik heel goed en heel netjes van ze. Ik ga van dit pastatje genieten. Het zit op een beetje op een knullerig bordje. Het ziet er een beetje, ja, een beetje zielig uit. Maar wel fruit en cola. Zo ga ik doen en als ik daarmee klaar ben, dan gaan we gewoon verder. Want we hebben het heftigste en het spectaculairste van het park nog niet gehad. Dan gaat het echte werk pas beginnen. Kijk eens wat een prachtige uitzicht we hier hebben. Dan kijk ik hier op de bouwplaats van een nieuwe attractie die open gaat 2022. Dus de Novita. Ik weet echt niet wat het is. Dus voor de grote kenners onder ons, laat het zeker even weten. Want ik ben onwijs benieuwd. We gaan nu naar het groene bakbeest wat je in de verte ziet. Dat is een shaman. En een shaman is gewoon letterlijk de python. Maar dan in het groen. Ik heb hem nog niet gedaan. Dus ik ga er ook oprecht zo meteen eventjes in. En daar heb ik heel erg veel zin in. Wat ik jou eerder in deze video vertelde, was dat ik met mijn abonnement bij verschillende achtbanen voor mag dringen. Nou, als je hier een kaartje koopt, kun je ook gewoon zo'n voordringpasje los kopen. En ik ga nu even laten zien hoe dat hier werkt. Want het is op zich wel grappig hoe ze dat hier hebben uitgevonden. Er zitten hele theorieën achter, maar we gaan even naar zo'n kassa. Want bijna bij iedere grote attractie is er een apart loket gebouwd waar dus die pasjes worden verkocht. In de pretpark podcast Ochtend in Pretparkland wordt het ook al voordringpasjes genoemd. Vind ik wel een leuk woord. We gaan die kant op en dan zie ik jullie zo meteen. Kijk, dit is een hokje van die expresspasses. En je kunt dus een losse expresspas kopen, zodat je zoals individu alleen in de attractie kan om voor te dringen. Kost het ongeveer tussen de 3 en de 7 euro. Ligt er een beetje aan wat voor attractie je pakt. Dit zijn de verschillende opties. Ik had bijvoorbeeld, toen ik mijn abonnement kocht, de vraag of dat ik vastpas kon kopen of expresspas voor alle attracties. Want ik heb nu alleen maar tot de achtbaan. Kostte 100 euro. Je hebt ze van 60 euro, 40 euro, 80 euro, 20 euro. Beetje afhankelijk van hoeveel attracties je in je pakket hebt. Wil je hem één keer mag doen, wil je hem meerdere keren mag doen. Dat is een beetje waardoor die pakketten die prijsverschillen hebben. Is best wel duur. 80 euro voor heel dag alles voor expresspas doen. Komt bovenop de intreeprijs. Dus als jij gewoon normale kaartje koopt, volgens mij 40 euro is die. Plus die 80 euro kom je al op 120 euro. Dat is veel geld. Ik ben niet zo'n fan van de Python, maar dit was echt verschrikkelijk. Je pakte die drop en toen gingen we hier die loopings in. Ik zat achterin en toen dacht ik ook bij mezelf, ja, hier zit pit in, dit is lekker. Maar toen kreeg ik bij die tweede keukentrekker, ja, ik kan het even laten zien, daar zo. Toen kwam ik met mijn kaak tegen die beugel langs, dus ik kreeg een schok en dat doet echt immens veel pijn, waardoor ik dit ding eigenlijk verschrikkelijk vind. Het is echt een verschrikkelijke achtbaan. Sowieso moet ik ook zeggen dat die 4-5 medewerkers die daar staan die beugels controleren, dat duurt zo ontzettend lang. Ik denk dat ze gewoon 10 minuten over één kaartje te controleren. Dat kan echt niet, dat is echt veel te lang, verschrikkelijk. Nee, ik vind het geen leuke achtbaan. Ik vind hem wel heel mooi uitzien, moet je zeggen. Hij staat echt heel mooi hier zo op zijn plek, maar het was geen succes. Dit was Raptor, wat een ontzettend gave attractie. 90 km per uur, 33 meter hoog. En wat wel gaaf is, die lift nog hier, die je ziet, die komt onder de grond. Dus je zit ook een stukje onder de grond. Hij is super gaaf. Ik had voor mijn gevoel het idee dat hij misschien een beetje lang was als Phoenix. Want voor de mensen die het niet weten, dit is gewoon exact hetzelfde type als de Phoenix in Toverland. Ook een ringcoaster. Hij is 33 meter hoog. Hij rijdt 90 km per uur. Alleen hij is 770 meter lang. En ik heb even opgezocht, de Phoenix is 813 meter lang. Dus deze is wel ietsje korter. Ik vind de Phoenix wel veel beter rijden hoor. Dit schokt aan alle kanten. Hij is totaal niet soepel zoals ze dat dan noemen. De kar is wel echt gruwelijk. Die vind ik echt fantastisch. Ja, ik ga liever in Phoenix. Goed, dit was Raptor. We gaan nu naar de achtbaan. De toppen van het park, Olivier. De divecoaster van Gardaland. Dus we gaan even naar de andere kant van het park. En daar gaan we het echte werk verrichten. Oh,
dat was Oblivion. Zo, wat een goede, fantastische achtbaan. Dit is by far mijn favoriete attractie van heel het park. Hij gaat harder dan de Baron. Hij is hoger dan de Baron. Deze is 42,5 meter. De Baron is 37,5 meter. Waarvan 7,5 meter onder de grond. En dit is echt gewoon een topper hoor. Dit is echt een hele gave achtbaan. Hij is wit. Dat vind ik een hele gave kleur. Dat zie je niet op zo heel veel plekken. Dat zo'n grote achtbaan die kleur wit heeft. Maar dat maakt helemaal niks uit. Hij is fucking vet. Al moet ik wel zeggen dat hij qua lengte niet heel veel van de Baron afwijkt, toch? Het is op zich wel leuk om een dive coaster te doen die je kent uit de Efteling. En dan doe je hem hier en dan is hij net wel anders. Maar hij is zeker niet langer dan de Efteling. Ik moet zelfs zeggen dat ik de layout van de Baron misschien wel een beetje leuker vind. De layout is niet heel veel weg van de Baron hoor. Hij is gewoon anders. Andere elementen zitten erin. Hij is niet heel veel langer. Ik weet ook niet welk ik leuker vind. Ik zou het echt niet weten. Het is een hele gave achtbaan. En als je hier in Gardaland bent, ga je dit sowieso, ik weet 100% zeker. Hier, daar gaat hij weer. Komt hij aan. De gaafste attractie van de dag vinden. Dit is echt een hele goede achtbaan, moet je aan. Wat me opvalt, we zijn nu bij het einde gekomen van ons dagje, is dat het heel erg rustig is vandaag. Dat komt omdat het heel erg warm is. Misschien zie je het wel aan mij, ik ben echt helemaal kapot. En dat zei ik op het begin van de dag ook wel, hè. De meeste mensen komen gewoon later deze dag, deze kant op, om hier een avondje plezier te hebben. Goed, we gaan eens eventjes een lekker rustig plekje opzoek en dan ga ik jullie eens vertellen wat ik van het park vind. Want ik heb er lang over na moeten denken. Toen ik hier voor de eerste keer was van de week om een abonnement op te halen, wist ik aan het einde van de dag totaal niet wat ik gezien had. Maar nu ik er weer zo een dagje rondloop, ben ik wel een beetje veranderd. En valt alles wel een beetje op zijn plaats in mijn hoofdje. Hoofdje, kop. We gaan eens even een plekje opzoeken. De corona-maatregelen zijn echt fantastisch hier. Bij ieder bankje hebben ze zo'n scherm waardoor je gewoon op je bankje kan zitten. Zonder dat je bij mensen in de buurt komt. Dat hebben ze heel goed gedaan. Hé, ik heb eens even naast te denken. Ik denk dat je dit park moet beoordelen in twee brillen. In twee zonnebrillen die nou naast me liggen. Eén zonnebril is de bril van een normale toerist die niks met pretpark heeft. Althans, wanneer je geen groot pretpark fan bent. Ben je op vakantie aan het Gardermeer en je vindt het leuk om naar pretparken te gaan, maar je bent geen diehard fan, dan raad ik het zeker aan om een dagje naartoe te gaan. Het is echt een geweldig park met super gave achtbanen, super gave attracties. Je hebt echt een hele gave dag. Wel zal ik het overwegen om misschien van 4 tot 11 te gaan in plaats van heel de dag. Want nu zo om 2:30, zo op het midden van de dag, is het onwijs warm. Als je echt een pretpark fan bent, je hebt alle parken in Nederland afgereisd, hebt al verschillende grote parken in Europa bezocht, zoals Disneyland, Europa Park, Fantasialand, dan is het leuk om hier naartoe te gaan, maar dan heb je het in één dagje wel gezien. Waarom? Er staat hier onwijs veel qua attracties, maar er staat niks echt bijzonders waarvoor je naar Gardaland wilt. Oblivion, die divecoaster, heb je de Baron, in Duitsland staat ook een divecoaster volgens mij, is niet heel bijzonder. Wel heel gaaf, maar niet waarvoor je naar Italië vliegt. Die Shaman, dat is gewoon een Python. Dan heb je die Raptor, ja, dat is, kun je echt veel beter toveren dan Phoenix. Die is veel beter en veel leuker. Nee, ontzettend gaaf park, super tof. Alleen wat ik zeg, er staat hier niks wat echt naar een Europese top is. Dus waarvoor je echt naar de Efteling gaat. Je gaat naar de Efteling, ga je voor de Baron, maar bijvoorbeeld Symbolica, Droomvlucht. Naar Fantasialand ga je voor Black Mamba, Taron. Naar Europa ga je voor Silver Star, Wodan, Bluefire. En dat heeft dit park niet echt. Ik heb een hele leuke dag gehad, ochtend en middag. Want ik ga nu lekker terug naar het zwembad. Onderwijs bedankt voor het kijken naar deze video. Doe vooral een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En ben je hier nou al een keer geweest? Of je kijkt dit over een tijdje en je gaat er naartoe? Laat vooral in de reacties weten wat jij ervan vond. En vul vooral de informatie aan die ik heb gegeven. Want als mensen nu binnenkort naar Gardaland gaan en ze zien mijn video, dan kunnen ze ook nog heel eventjes in de reacties scrollen om wat andere tips te lezen. Dus dat raad ik zeker aan om te doen. Mijn naam is Bart Baan. Ik ga naar het zwembad toe. De groetjes. Tot ziens. Bye bye. Doei.